Hey, hoi. Leuk dat je opnieuw kijkt naar een vlog van GrowDiction. Ik ben Henk-Jan van Essen en in deze vlog ga ik het met je hebben over ijs verkopen aan Eskimo's. Wat is namelijk het geval? Ik was van de week bij een klant, daar liep ik binnen voor de zoveelste keer. Hè. Iedere week ben ik één dag bij een van de bedrijven die ik help om door hun glazen omzetplafond te breken. En ik liep bij die gast naar binnen en we stonden aan de koffie eventjes. En hij zegt tegen mij, zeg Henk-Jan, ik realiseer me eigenlijk dat jij een verdraaid lastig vak hebt. En ik zeg tegen hem, hoezo, hoe bedoel je dat? Heb ik dan over de ondernemer of nee, zegt hij, maar jij bent altijd bezig met onze verkopers. En dat valt natuurlijk niet mee. Ja, ik vind het leuk om te doen en ik word er heel blij van als ik resultaten zie. Ja, zegt hij, maar ik heb daar eens over na zitten denken. En eigenlijk verkoop jij ijs aan Eskimo's. ja, dat zou zomaar kunnen, want het is natuurlijk best lastig om aan verkopers nieuwe verkooptechnieken te leren of te bespreken. Er zijn heel veel verkopers die vinden dat ze fantastisch kunnen verkopen, ondanks dat de resultaten er niet naar zijn. Maar ja, die staan niet zo snel open voor datgene wat ik dan te vertellen heb. Nee, precies, zegt hij. En ik zat een salesmeeting voor vanmiddag voor te bereiden en ik realiseerde me hoe lastig jij het eigenlijk hebt. Het is toch leuk als iemand dat tegen je zegt. Erkenning van het vak wat ik heb. En ik zeg, ja, maar waarom denk je dan, met alle respect, maar waarom denk je dan toch dat ik goed ben in mijn vak? Ja, zegt hij, jij hebt gewoon beter ijs. En dat is de reden waarom de Eskimo bij jou ijs koopt. Dat is bijzonder. Een van de mensen met wie ik samenwerk, die constateert in de groei die we behalen, maar die behalen we echt alleen maar dankzij zijn verkoopteam. En natuurlijk prik ik hier en daar en doe ik mijn dingetje, maar we doen het altijd in teamverband. En die zegt tegen mij, jij verkoopt ijs aan Eskimo's en dat lukt je omdat je beter ijs verkoopt. Ik vond dat zo gaaf. Ik vind dat zo gaaf dat ik dacht, wauw, dankjewel voor dat compliment. Dus dat heb ik ook gezegd. Dankjewel voor het compliment. En vervolgens hebben we onze koffie opgedronken en zijn we weer gewoon doorgegaan met ons werk. Want ja, dat is toch waar het om draait. En ik zat daar over na te denken en ik dacht bij mezelf, weet je wat ik doe? Ik maak er gewoon even een videootje van. Ja, dus bij deze. Het was een hele korte, maar de boodschap was volgens mij duidelijk. Tot de volgende keer weer. Dag!